Als je een betrouwbare, toekomstbestendige wifi voor je school wilt inkopen, begin je met het in kaart brengen van de behoeften van je school. Zo kun je dat doen. Allereerst breng je in kaart waar je in het gebouw met wifi wilt kunnen werken. Alle lokalen, de hal, de aula, het schoolplein. Ook kijk je hoeveel gebruikers en hoeveel apparaten wifi nodig hebben. En hoeveel uur per dag ze online werken. Tot slot kijk je welke ontwikkeling of groei wordt verwacht de komende jaren. En, handig om rekening mee te houden, op afzienbare termijn heeft elke leerling naast een smartphone een persoonlijke device. De school en haar infrastructuur moeten daarop voorbereid zijn. Een goede leverancier die begint met een site survey. Dat is een onderzoek van je schoolgebouw. Ga je met meetapparatuur kijken waar de zogenaamde access points moeten komen, de wifi-punten. Om overal in school goed signaal te hebben. Wat een goede leverancier ook doet, is zelf een voorstel doen hoe dan de wifi veilig kan worden ingericht. Zodat als je daar vertrouwelijke gegevens mee gaat benaderen, dat die gewoon veilig zijn en dat je ook blijft voldoen aan privacywetgeving. Deze leverancier houdt in zijn site survey rekening met de constructie en inrichting van het gebouw en meet waar de access points geplaatst moeten worden en hoeveel capaciteit daar nodig is. Ook wijst de site survey uit of aanpassingen aan de vaste bekabeling en netwerkcomponenten nodig zijn. Daarmee worden wifi access points snel en betrouwbaar aan het vaste netwerk gekoppeld en kunnen ze vaak ook van stroom worden voorzien. Draadloos koppelen is onwenselijk, omdat dit ten koste gaat van de snelheid en betrouwbaarheid van wifi. Als je wilt weten welke vragen je moet stellen aan je leveranciers, kijk dan naar clip 3. Vragen aan leveranciers over wifi op school.